zijn in Piemonte, Noord-Italië, aan de voet van de Alpen en een van de belangrijkste wijngebieden in Italië, waar de Nebbiola, de Barbera, de Dolcetto druiven weelderig tieren in het beeldschone heuvelland. Fraaie stadjes, Asti, Alba, Barolo. En ook Torino, de hoofdstad, is zeker de moeite waard. We gaan naar Davide Bevioni in Farigliano. Een wijnmaker wiens opa na de Tweede Wereldoorlog naar de grote stad moest vertrekken om te overleven. Davide kwam nog steeds bij zijn familie in de buurt. En de roots begonnen aan hem te trekken en te trekken en hij kon het niet meer houden. Hij kocht een wijngaard met boerderij, nam zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw en kinderen mee en begon na zijn wijngaard een agricultura. Dus een soort hotelletje. De geweldige keuken wordt gerund door mevrouw Bevioni. Davide maakt verschillende wijnen van zijn druiven en is zoals vele kleine wijnboeren vol passie over zijn werk. Naast het druiven onderhoudt hij zoals vele collega's hazelnootbomen. Minder werk als de druiven, maar ook noodzakelijk voor de gigantische hoeveelheden Nutella die hier worden gemaakt. De gasten in de agricultuur krijgen een rondleiding in de hypermoderne wijnmakerij en dan mogen ze de Nebbiola's en de Barbera's en de Dolcetto's proeven. David heeft ook een stukje grond in het wijngebied van Barolo. Die moeten daar groeien en ze worden daar ook gemaakt in een wijnmakerij van een bevriende wijnmaker. Davide en zijn familie zijn gastvrij, gepassioneerd, trots en bevlogen over hun producten. Als je in de buurt bent, moet je er zeker een keer langs gaan voor een paar dagen. Heerlijk eten, mooie wijn en een prachtige natuur. 2/3 van de wijnen in Piemonte zijn rood. De belangrijkste druif is de Nebbiola. En van de 7 DOCG's worden er maar liefst 4 van deze druif gemaakt. De Barolo, de Barbaresco, de Gattinara en de Gemma. De Barbero is echter de meest aangeplante druif, gevolgd door de Dolcetto en de Branchetto. De belangrijkste witte druif is de fruitige Moscato, waarvan de bekende Asti Spumante en Moscato de Asti worden gemaakt. Davide produceert een kleine 14 soorten wijn, waarvan er 4 bijzondere. De Dogliani Superiore, DOCG, Brick, DJ Iriva, van de Dolcetto druif uiteraard. En de San Nicola Lange DOC Nebbiola, de Parijs Lange DOC Barbera en de DOCG Barolo. Je moet ze eigenlijk allemaal proeven. Gewoon drinken. Veel wijn. Mooie wijn. Je wordt er beeldschoon en zielsgelukkig van.